Maar ik vond het fijn dat ook een beetje geïrriteerd. Veel spelers die aan het zeiken waren tegen scheids en tegen de tegenstander. Ook met ingooien, Stengs ook een paar keer. Geertruida, ze waren niet echt geconcentreerd of zo. Daar leek het op. Hmm. Misschien ook door die wedstrijd tegen van de Champions League. Maar normaal moet je gewoon die wedstrijd ingaan en lekker denken van ik ga voetballen. En we doen het goed en we winnen die wedstrijd. Maar het was gewoon heel veel irritatie in het veld. Scheidsrechter ook goed of slecht? Van Aanig kon niet zo goed, maar... Zeg, nou, dan was een penalty. Dus, ja. Ja, maar dat moet de VAR oplossen. Je moet hij toch ook zien eerst? Ja. Ja. Hoe verklaar jij het, Wesley? Nee, er is geen wat Wim zegt, er is geen verklaring voor. Ik denk niet dat je naar Twente afreist en denkt van dit doen we wel even. Ik bedoel, Twente thuis, goede ploeg, voetballende ploeg die altijd veel strijd levert en zeker thuis. Ja. Nee, maar jullie hebben dit soort wedstrijden zelf natuurlijk ook gespeeld. Dat je ook denkt, dat kan het is, mentaal is het wel lastig. Je komt uit zo'n fantastische wedstrijd in de Kuip, groot feest, Hosanna stemming. En dan moet je toch een stukje rijden, moet je naar Twente of... ver weg en dan moet je daar gaan voetballen en dan denk je het zit toch onbewust zit het toch in het koppie. Maar ja, je wil hem wel winnen. Ja, als het dan even niet loopt in het begin, dan raak je de kluts een beetje kwijt. Ja, dat en is misschien met een beetje en een goede tegenstander. Ja. Dat is ook de complimenten moeten we ook weer net als bij PSV moeten we dit ook aan Twente maken. Dus ja, Feyenoord die is gewoon fantastisch bezig. En laten we dit voor Feyenoord, wat Feyenoord betreft, er als incident beschouwen. Want maar 7 punten? Dat is te veel. Maar dat heb ik al eerder. Ik vond 4 punten al veel. Omdat ik zie PSV niet snel punten verspelen. En zeker ook niet tegen Feyenoord. En wat ze hebben natuurlijk, het PSV, maar dat heb ik net al gezegd, is dat ze gewoon... Je bent er niet bij met je kop, dan zetten we die anderen er gewoon in. En dat verandert niet zoveel. Maar die dingen zijn wel een wapen. Luc de Jong over die til. Want die als hij erin, die zeikt nooit. Die komt erin, die doet zijn ding. Die gaat diep, die scoort, die geeft assist. En dat is heel belangrijk. Als je die spelers in je team hebt. Niet van die zeikers van, ik speel niet, zoek het maar uit. Ik hoorde gisteren nog aan, Lies, dat Twente die bal zo snel mogelijk naar voren gooide. Waardoor Feyenoord daar gewoon veel moeite mee had. Ja. Dus dat ze daar niet de druk op konden zetten, omdat die bal meteen weer weg was. Dat scheelde er ook gisteren een beetje, of was dat niet zo? Ja, ja. Want je zit er nu aan te kijken, Wim. Maar heeft die grote het ook? Ja, ik was vraag bij PSV. Maar waar je dat gehoord hebt, want ik heb het niet gehoord. Nee, dat is gisteren bij Studio Voetbal riep het ook. Ik liet ze nog wat voorbeelden zien. Maar... Lange bal, veel lange bal. Druk en eruit. En dan gelijk aansluiten het hele team. Ja, jij zat toch gezellig met Hans van Breukelen te praten toen. Maar, ik heb het hele beleid van PSV doorgenomen met Hans. Ja.